Ja, nu train ik gewoon alleen en vaak met de hond. Ik heb al wel trainingspartners hoor, maar over het algemeen alleen. En het, ja, gaat goed, gaat prima. Ja, misschien is dan soms wel, ik train wel vaak alleen, misschien is dan soms wel lekker om een baantraining bijvoorbeeld wel met partners te kunnen doen. En dat kan nu wel combineren, maar als je echt gewoon, als je wel een atleet hebt die misschien net zo goed is of beter, dan kan je er wel tegenop kijken. Maar ja, ik kan je ook weer kapot trainen, dus het is ontzettend lastig. Dat is voor mij, ik word altijd getriggerd, want ik wil diegene verslaan en ik wil beter worden. Dus dat maakt het wel moeilijk. Dus ik denk dat het bepaalde periodes goed is om met andere atleten te trainen, maar ook bepaalde periodes gewoon lekker alleen te trainen. Ja, hoe we het nu doen is, vind ik gewoon fijn, het gaat gewoon goed. Ja, soms leg ik de lat wel te hoog voor mezelf, terwijl het begin van het seizoen, je moet inkomen en dan zit ik al meteen aan bepaalde tijden te denken. Alleen, je moet juist gaan groeien. En dat is het belangrijkste. En dat is soms wel funest, frustrerend. Maar ja, daar moet ik mee leren omgaan. Het gaat elk jaar beter. En, ja. Als je dan een ideale wedstrijd hebt, ideaal gevoel, dan is het een veld met Afrikanen. En nou, begin lekker een beetje midden hangen, achteraan hangen. Laat ze maar lekker lopen en dan laat mijn hart openen, dat is goed. Dan valt het op een gegeven moment halverwege valt het wat terug en die laatste ronde gaan ze weer versnellen. Maar doordat ze dan de eerste ronde te hard hebben geopend, of te hard geopend hebben, dan kan ik, en ik wat rustiger, dan kan je het laatste 300, 400, kan je nog best wel pushen om erbij te komen. Ja, dan is het een wereldrecord race, dan is het een andere koek natuurlijk, maar dat zijn eigenlijk de beste races. Daar hou je ook het beste gevoel aan over. Ik kan niet meer doen dan mijn best en ik train hard en soms gebeuren dingen op dat moment en ik kan dat toch niet veranderen. Als het aan mij ligt, win ik en ik doe er alles aan om te winnen en te knokken en noem maar op. Maar ja, soms heb je dat gewoon niet in de hand als je onderuit wordt getikt of je bent in het begin boos. Denk je van hoe kan mij dit nou overkomen? En achteraf denk je van ja, mijn moment komt nog wel. Is het nu niet, dan komt het wel over een paar jaar. Ik zeg van dat moet, ik kan de lat hoog leggen en ik probeer steeds minder de lat hoog te leggen en mijn tijdje komt nog wel. En het liefst zo snel mogelijk. Het liefst dit jaar. Maar als ik gewoon vol blijf houden en fit blijf, dan valt me vanzelf wel een keer op de plek.